voor het prinsenpaar van Carnaval Kampenhout. Prins Tom de Eerste en prinses Cindy de Eerste. Dankjewel, prins Tom, prinses Cindy. Ik weet het, ik heb een klein foutje gemaakt. Ik heb gezegd, geniet ervan, want het zal heel kort duren. Dat kort duren is er eigenlijk niet van gekomen. Het blijft misschien maar duren, maar ik heb zoiets van, we gaan ze niet uit de kleren halen, zolang jullie geen driedaagse meegemaakt hebben. Want dat is onze apotheose. Het geweldigste dat er bestaat in Kampenhout, om het cru te zeggen. En dat is ook zo. Er is een schepen in de zaal en mag mij tegenspreken als dat niet waar is. He? Maar ik denk akkoord zelf niet, dus het zal wel juist zijn. Dus ik zal zeggen, geniet er volgend jaar van. En ik ga ook vragen aan iedereen die er vandaag aanwezig is. Mag ik een enorm warm applaus voor ons prinsenpaar van Kampenhout? Tom de Eerste en Cindy de Eerste. Ja. Uiteraard is het ECV ook klaar. We gaan even onze mooie prominente op het podium houden. In orde, graag een intrede voor de 55ste Europa Prins en de eerste Europa Prinses van het ECV. Enthousiasme stelt het ECV u het eerste Europa-prinsenpaar voor. Jubileum Europa-prins Mark III en de eerste Europa-prinses Chris I, samen met hun hofmaarschalk Rudy. Welkom op ons podium. Ik hoop dat jullie voor de eerste maal er alvast van enorm van geniet. En ik geef heel graag de micro aan onze 55ste Europrins. Alsjeblieft, Mark. Dankjewel, Marino, voorzitter. Beste mensen, deze zaal die is voor mij en voor mijn echtgenote heel speciaal. Want in 2018 werden wij hier bekroond tot het prinsenpaar van Leuven. En kijk eens waar we nu staan voor ons allereerste officiële optreden als Europaprins en Europaprinses. Marino, het kon gewoon niet beter zijn. We zijn heel blij dat wij deze première, mag ik zeggen, bij Carnaval Kampenhout
kunnen laten plaatsvinden. Het, echt waar, het kon niet beter zijn. Beste vrienden carnavalisten, ik wens jullie nog allemaal een heel leuke avond. En reken er maar op, we gaan elkaar nog vaak zien. Een prettig carnavalseizoen! Dankjewel. Ik zou zeggen, dikke merci. President België, moet er iets aan toevoegen? Ja? Goedenavond, carnaval Kampenhout. Weer al een massa aanwezigen. Ik had het niet anders verwacht, maar dikke proficiat voor de organisatie. En natuurlijk vraag ik nogmaals jullie applaus voor onze 55ste Europaprins, Mike de Derde, en onze eerste Europaprinses, Gisse de Eerste. Uw applaus alstublieft. Dank u. Uiteraard samen met hofmaarschalk Rudy. Dat wordt werken deze jaar, hè, kameraad? Ja, oké. Okay. Dankjewel. Ik zou zeggen, als wij gedaan hebben, ga ik... Dat mag. Uiteraard, ladies first, kijk nog een cadeautje. Is dat nodig? Prins van Oog, is dat nodig? Oké. Dank u wel. Tijd van Mallorca, kom maar door. Sorry. Oeh, sorry. Hij doet je een nop of wat? Nee. Ah. Sorry. Ja, het ziet er mooi uit. Mag ik dan vragen om onder jullie warm applaus om af te reden voor deze schitterende prominenten. Ik zal zeggen, ze kunnen meer in het midden. Ik ben zo precies voor mijn zakken.